In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag gaan we iets anders doen, we gaan het een klein beetje anders aanpakken. We gaan eerst een stukje uit de Bijbel lezen en daarna ga ik met jullie inzoomen op één van de versen uit dat stukje. En het stukje wat we gaan lezen komt uit het Evangelie volgens Sint Marcus. En het komt uit hoofdstuk 2, dus Marcus 2. En dan gaan we het stukje lezen van vers 1 tot en met vers 13. Dus Marcus 2, vers 1 tot en met 13. Jezus geneest een verlamde. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum en men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe, die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart: Waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij alle buiten zichzelf waren en God verheerlijkte en zeiden, wij hebben nog nooit zoiets gezien. En hij vertrok weer naar de zee en heel de menigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. Amen. Dit is natuurlijk een prachtige gebeurtenis in het leven van Jezus, waarin hij eigenlijk heel veel dingen duidelijk maakt en heel veel dingen duidelijk worden. Het stukje waar ik met jullie op in wil zoomen is vers 5. Dus Marcus 2 vers 5. En wat staat er in vers 5? Daar staat, toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Daar kunnen we een paar dingen uithalen. Het eerste wat we daaruit kunnen halen is dat de Heere Jezus hier de verlamde man eigenlijk zag, had ontmoet door de vrienden die die man had gekozen. Deze man had een paar vrienden in zijn leven die het zo belangrijk vonden dat hij het beste van zijn leven kon maken. Dat ze hem gunden dat hij eigenlijk weer kon lopen, dat hij in zijn kracht stond. En dat ze hem daarvoor naar de Heer Jezus gebracht hebben. En dat deden ze, dat ging niet makkelijk, hè? Want ze kwamen daar en het was daar druk. En toen hebben ze, zijn ze het huis opgeklommen en hebben ze de dakbedekking weggehaald. En ze hebben ervoor gezorgd dat hun vriend op dat bed voor de neus van Jezus terecht kwam. Dat zijn mensen die je in je, die je in je leven wil hebben. Dat zijn mensen die je achter je wil hebben. Dat zijn de soort vrienden die God ons gunt. Heb ik dit soort vrienden in mijn leven? Dat is eigenlijk een vraag die ik je mee wil geven vandaag. Denk daar eens over na. Heb ik dit soort mensen in mijn leven? Zijn de mensen in mijn leven mensen die mij dichter bij God brengen of niet? Zijn dat mensen die willen dat ik bij Jezus, voor de neus van Jezus terechtkom? Of zijn dat mensen die me eigenlijk alleen maar verder van hem afbrengen? Want wat gebeurde er toen Jezus die meneer zag? Die zei, in vers 5 dus, hè, zei hij tegen hem, uw zonden zijn u vergeven. Waarom zei hij dat? Dat zegt hij eigenlijk in het begin van deze vers. Hij zei, of daar staat, toen Jezus hun geloof zag. Dus de Heer Jezus zag het geloof van die vrienden en het vertrouwen dat zij in hem hadden gesteld, dat hij hun vriend wel zou helpen, is dat hij de zonde vergaf van die vriend omwille van zijn vrienden. Dus omdat zij zo'n groot geloof hadden, eigenlijk gaat het helemaal niet over het geloof van de verlamde man hier. Niemand heeft het gehad over hoe de verlamde man zich voelde of wat hij voelde of wat hij nodig had of wat hij wilde. Nee, om het geloof van zijn vrienden heeft de Heer zijn zonde hem zijn zonde vergeven. Wauw. Wauw. Dus eigenlijk, als ik me omring met de juiste mensen, dan geeft God mij eigenlijk meer extra erbij. Hij zal mijn zonde vergeven als ik dicht bij hem kom door de mensen om mij heen. Dat is eigenlijk punt 2. Punt 3 is dat de Heer Jezus, we zien hier dat hij zijn zonde vergaf. Dus de Heer Jezus vond dat de vergiffenis van de zonde van deze man belangrijker was dan dat hij kon lopen. Dus
Hij heeft niet eerst tegen hem gezegd van oké, sta op en wandel. Nee, hij zei eerst tegen hem, uw zonden zijn u vergeven. En daar kunnen we uithalen dat de Heer ons alles gunt, ons alles wil geven, maar dat hij uiteindelijk op zoek is naar ons eeuwige leven, naar onze ziel, naar de vergiffenis van onze zonden. Hij wil onze zonden ons vergeven, zodat dat niet vergaat. Dat is het onvergankelijke wat belangrijk is voor hem. Dat die verlamde man weer kon lopen, dat was leuk voor de verlamde man, maar dat maakte uiteindelijk niet uit voor zijn verlossing. Dat was een tijdelijk iets op aarde. Dat was iets van 50, 60, 70, 80 jaar, maar uiteindelijk zou het weer voorbij gaan. Dus ook al zou hij kunnen lopen, dan was dat iets tijdelijks. Maar dat was niet wat de Heer Jezus hem wilde geven. De Heer Jezus wilde hem iets geven wat niet meer zou vergaan. De vergiffenis van zijn zonde, zijn verlossing en dat hij een eeuwig leven met hem kon zijn. In zijn liefde en in al het moois wat hij voor hem klaar heeft liggen. Dus de Heer Jezus vindt het belangrijk dat we een goed leven op aarde hebben, ja, want hij gaf hem uiteindelijk die genezing. Maar het was niet even belangrijk als de zonden die vergeven waren. En die zonden waren dus vergeven, omdat hij vrienden had die er moeite voor deden hem dicht bij de Heer te brengen en daar extra een stapje bovenop te doen om er echt van verzekerd te worden dat hij de Heer Jezus zou zien, zou ontmoeten, elkaar in de ogen konden kijken en daar iets mee konden doen. Dus wat ik je nogmaals een keertje mee wil geven vandaag, denk daar eens over na. Heb ik dit soort mensen in mijn corner? Zijn dat de mensen die ik kies als vrienden? Of zijn mijn vrienden toch van een ander soort categorie? Zijn mijn vrienden toch wat meer van het soort van, nou ja, bederft goede zeden als ik in hun gezelschap ben? Zijn dat mijn vrienden of zijn mijn vrienden de vier jonge mannen die het dak ervan af hebben gehaald om mij dichter bij de Heer Jezus te krijgen? Denk daar een klein beetje over na en denk er ook over na dat als God mij iets geeft, dat het iets is wat niet vergaat en dat hij mij vast ook wel heel veel moois wil geven hier op aarde, maar dat dat altijd maar van een tijdelijke duur is en hij gunt me een stuk meer dan dat. Leuk dat je weer keek en ik zie je bij een volgende aflevering. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen.